Hi, leuk dat je kijkt naar Ik kook met Lynn. Wat staat er vandaag op de menu? Chili con carne met volkoren rijst. Wat zit er vandaag in het kaartje? Rode paprika, mais, gehakt, ei, bruine bonen, volkoren rijst, tomaat, en olijfolie. Met deze materialen gaan we vandaag koken. Kookpan, bakpan, paplepel en pannenlappen. Pak de pan, vul dit voor het helft met water in. Voeg de rijst toe. Zet de pan op het vuur en zet de vuur aan. Zet de deksel erop zodat het sneller kookt. Zet de bakpan op de vuur. Voeg de olie toe. En zet de vuur aan. Voeg nu de ui toe. Daarna de paprika en bak dit even goed door. De rijst kookt nu, zet de timer op 15 minuten. Voeg nu de gehakt toe. Voeg de bruine bonen toe en roer dit even goed door. Voeg nu de mais toe. En daarna de tomaten. En bak dit goed even door tot geheel. Als het door elkaar is gebakken, zet de vuur uit. De 15 minuten zijn nu voorbij, we gaan de rijst nu afgieten. Doe dit altijd met de pannenlappen van je af. Pak een bord en zet de rijst erop. Voeg de chili con carne nu toe. De recept is nu klaar, eet smakelijk.